het is vandaag dinsdag, ja, en het is de Juttersmarkt. En het is 9 juli en we leven om 1:03. Hé, Eeuwen? Ja. Dat ik wist jullie natuurlijk weer en welkom bij een nieuwe vlog. Ik neem deze camera weer mee, niet de GoPro. En dan vliegen we weer eventjes over de markt heen. En mijn boodschapjes doen, want vanmiddag komt ook weer Sandra van Seralo. Rebecca is vandaag niet geweest, die was niet helemaal lekker, die had niet geslapen. Ik zeg, nou, ik zeg prima, helemaal niet erg, blijf ik ook lekker liggen. Ik zeg, ik ben ook niet in orde. Nou, en dan gaat het weer, ja. Ja nou, ja. Oh goedje. Maar in ieder geval, het gaat allemaal weer goed en ja, ik ben weer opgeknapt. Ik was misselijk en ik had ook niet een goede nacht gehad. Zaten hier ook voor mijn raam aan het brullen. Nou ja, dan word je wakker natuurlijk. En, ik heb bij wijze van spreken wel wat gaan zeggen, maar daar hebben ze toch scheid aan, weet je. Dus ik laat maar, houdt ze zelf wel weer op. Nou, dat heeft een dikke uur geduurd. Nou ja, en dan moet je weer zien dat je kan slapen. En dat lukt dan niet, hè. Nee. Nee, meis. Nee. Dus ja, een rotnacht daardoor. Maar komt ook wel weer goed. Ik ga nou even voor de beestjes zorgen. En voor mezelf. En dan gaan we weg. Ze zeggen, veel plezier. Ze zeggen, doei doei. Hallo. Hoe heet jij? Mijn naam is Christian. En wat doe je hier al zo? Nou, ik sta hier namens City Marketing en wij bieden informatie voor toeristen en inwoners van Den Helder over wat er allemaal wel niet te doen is in Den Helder. En wat is er te doen dan in Den Helder? Genoeg! Genoeg, ja, maar wat is bij jou genoeg? Wel 84 evenementen in een jaar. Okay. Genoeg leuke musea, activiteiten, fiets- en wandelroutes, vaarroutes. Wat is er niet te doen in Den Helder? Ik kom niet op een boot hoor. Nee, oké. Nee, dat doe de fietsroute wel, met een booster. Zeker, kijk, dat is ook allemaal, ja. Dat kan makkelijk. Ja. En wat gebeurt er achter mij? Nou, achter wordt een 3D-tekening gemaakt. Ik zal even omdraaien, kunnen ze het zien. Een 3D-tekening zoals de beste man al zei. Van de bolder, denk ik. Ik zelf moet schaduwen, maar we zullen het afwachten. Ga verder. Ja, en de 3D-tekening is een onderdeel van meerdere 3D-tekeningen die door de stad liggen. Zoals ook eentje op de Keizersbrug bij de bibliotheek. Ja, die heb ik al gezien. En er komt er ook nog eentje bij de Spoorstraat. Op gevels van welke kant? Op de gevels, inderdaad. Ja. Aan welke kant? Deze kant? Andere kant? Weet je dat ook? Andere kant. Andere kant. Andere kant. Nou, dat moeten we zo meteen wel zien. Zeker. Ja, zeker de moeite waard. Het is nog allemaal in de opbouwende fase, maar het gaat hard en over 2 of 3 dagen zijn ze allemaal te bewonderen. Mooi zo. Nou, dat gaan we dan zeker doen. Want ja, zoals je al ziet, ik ben een vlogger. Het komt op YouTube te staan. Zeker, helemaal mooi. Je had mijn kaartje al nog niet? Nog niet. Dan krijg je dat bij heel graag. Deze. Kijk, helemaal top. Bedankt. Nou, leuk. En ik zeg veel plezier. Ja, bedankt. Fijne dag nog. Ook bedankt. Doei. Tot ziens. Nou, maar weer even teruggekeerd naar de bolder. Kijken wat ze allemaal nog aan het doen zijn. Die man die is aan het strepen trekken. Met allemaal het touw. En ja. En die man die is heel voorzichtig met een rolletje hier en daar wat bezig. Ik denk dat dat water gaat worden. Want het moet de schaduw van dat stomme ding worden. Ja, wat hier in Den Helder niet thuis hoort. Maar op deze manier kan het toch nog eventjes voor een jaartje mooi worden. Maar ja, ik vind, en ik niet alleen, maar velen met mij vinden dat de bolder niet hier thuis hoort, maar in Rotterdam. Ja, ja, hij is te groot, te kolossaal voor Den Helder. Maar het is mooi. Oh, oké. Ik moet daar gaan staan. Dus dat gaan we even doen. Hier op deze achse, dat is de perfecte. Oké. Okay. Nou, ik hoop dat jullie het zo kunnen zien. Ik zie nou helemaal niks. Ja, als dat gerade is, ja? Dan is het goed. Dat is de richtige vorm. Oké, ja, ik zie wat, ja. Oké. Nou, jullie zien ook denk ik ook wel wat meer erin. En ja, het is gewoon geweldig wat ze kunnen. Ja, dat vind ik al heel erg mooi, wat ze kunnen. En het is inderdaad wat wij al zeggen, de schaduw van de bolder met water eromheen. En dan kan de rest hier ook zeggen wat ze willen, maar het is gewoon zo. Ja, simpel zat. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ervan. Oké, nou lieve vrienden, tot later. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. De hele middag lekker de hart op geweest, over de markt een beetje heen geslenterd. En ja, jullie hebben gezien wat we tegenkwamen bij de bolder. Het is een afschuwelijk en blijft een afschuwelijk rodding, maar wat ze er toch weer van presteren om het toch wel weer mooi te maken voor een jaartje. Doen ze toch wel weer goed, ja. Die ene man is dus een Duitser en die man die heeft me net geholpen waar ik moest staan, van hier moet je staan, nou oké, doen we dat toch. Dus een stukje achteruit, ja. Hey Gandalf! Hey kerel! Hi man! Hi man! Hey! Kereltje! Nou ja, het is ook nog steeds lekker weer. Ik heb de deur nou open. Frodo die is buiten aan het snuffelen en aan het doen en aan het gekjagen. Gaat hij plassen. Hè? Maar ja, er komt toch water overheen. Hè? Ja. Of azijn, doen we het ook wel mee. Schoonmaakazijn, even met een geurtje, bevendel, is lekker. En ja. Ga je even naar de kant, lieverd. Ja, je loopt me in de weg weg. Ja, mooi. Ja, en ik heb wat leuks gekocht. Ja, ook dat nog. Oh, dat zit nog in mijn mandje van mijn poester. Gaan we verhalen. Maar, dan moet ik jullie hier laten staan, want hoe doen we dat? Ik moet een stok, ik moet een sleutel. Sleutels doe ik aan mijn pink waar ik jullie heb. Ja, zit nog in mijn mandje. Gaan we die even halen. Stop mee, zo. Gaan we die even halen, hè kerel? Ja. Wat miauw. Ja, ga je mee? Ga je mee? Ga je meelopen? Ga je meelopen met vrouwtje? Ja, nou dan zijn we hier bij de schuur beland. Sleutel. Zo. Kijk uit. Zo, er staat mijn scootmobiel met alles erop en eraan. En nou, ik hier nog wat één. En daar gaat een tasje. En die moet ik ook even bij jullie vasthouden. Zo. Gaan we weer terug. Hé, kereltje. Hey. Die doe ik bij wat is er? Nog, kom maar, ga mee. Kom dan, kom dan. Kom dan, Vief. Ga mee. Wandelen. Zo dan. Is er eentje gek? Is er eentje gek? Is er eentje gek? Is er eentje gek? Ik kan doen. Ben je gek? Oeh, ben je gek? Gelijk zo aan de hoed. Nog een keer? Zo dan. Mal hondje. Hé? Mal hondje. Ja hé? Mal hondje. Oh, 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 mal hondje. Hé? Wat verdikkie dan. Ja, nou, ik zal jullie even de tafel neerzetten. Even de boel uit mijn vinger vandaan, want anders kan ik nog niks beginnen. Zo. Ha, klepje omhoog. En even de poten van de tripod goed zetten. Misschien komen jullie even scheef te staan. Maar daar kan ik ook even niks aan doen. Ik moet even zien hoe dat allemaal moet. Zo, jij die kant op. Zo, dan kan ik zitten. Haha, waar ben je? Oh, daar. Die kunnen erop gehangen worden. Zo. Ja, jullie staan wat scheef. Maar dan kan de pret niet drukken. Zo, nou staan jullie wel rechter. Maar oké, ik zal dat even laten zien. Ik moet hem nog passen. Ik ga niet op de markt passen, dat doe ik echt niet. Nee. Het is een tijgerprintje, bruin. En dan moet ik even draaien. Zo. Ik weet niet of jullie dat zo kunnen bekijken, bewonderen. Er zit van voren een rits. Met, aan die rits zit wat leuks. Met, ja, kraaltjes en bling bling en sliertjes. Dat is wel eigenlijk leuk om te zien. Hoe doen we dat? Zo. Ik hoop dat jullie dat kunnen zien zo. Dus ja, dat zit aan een rits. Ik weet ook niet hoe is en de wat is het. Of die nog... Ja, kijk eens, je kan melden. Nou ja, daar kan mijn keel niet door hoor, door dat kleine gaatje. Nee. Dus hij moet wel helemaal naar... Kijk, dan kun je ook nog helemaal naar de laagte. Je kan er ook nog wat onder dragen, zoals een zwart shirt of wat dan ook. Dat zei die man ook. En dus ja, zwarte legging erbij. Komt helemaal goed. Ik ben er blij mee. Ja, ik moet hem nog passen, dus dat doen we eventjes vandaag nog. Dus ik hang even hierop aan de bel. Dat is mijn keukenbel. Bellen. 1 keer het eten is klaar, 2 keer rook in de keuken erin, 3 keer brandweer bellen. Ja, hallo, ik ben Bradley. Dus dat gaat niet meer op. Maar ik heb hem al zo lang, hij is al oud, ja. Maar oké, ik heb voor vrijdag al eten in huis, want ze wil andijvie eten. Maar het wordt weer anders klaargemaakt dan zij gewend is, maar dat wisten jullie ook al. Dan haal ik jullie erbij om dat te kunnen zien. Ik ga nou nog even opruimen in de koelkast en dan is het even voor mij een time-out dat ik even bijteken. Eventjes, ja, ontladen van alles. Ik heb toch wel weer een hoop meegemaakt. Er staat namelijk ook een man op de markt met uilen. Voor vloggen mocht. Hij zegt, nou, hij zegt, weet wat beters. Ik zeg, oké. Hij zegt, ik bel iemand, want ik heb mijn visitekaartje gegeven. Hij zegt, ik bel wel aan het einde van de week. Hij zegt, dan maken we even een afspraak. Hij zei dat u bij me kan komen. Hij zei dan kunnen ze zien vliegen. Geweldig. Gaan we doen. Ja, ik ben er helemaal blij mee. Helemaal top. Oh, dat is een uienschil op de grond. Nou ja, ik heb uien gekocht hè. Maar oké, ik ben daar blij mee. Het is, dat vind ik geweldig. Ik ga nou lekker een bakje koffie maken. En ja, we zien wel wat de dag ons verder brengt. Het is 12:05. Het is ook weer bijna de tijd dat ik de diertjes weer eten ga geven, mezelf. Maar ik ga eerst lekker aan de koffie met, natuurlijk. Ja, wat denk je anders? Een bounty. Ik zeg dus met een bounty. Ja, dat komt helemaal goed. En Frodo gaat eten. Ja, ook dat nog. Is het lekker, man? Ja, hè? Wat verdikkie nou. Maar oké, ik zou zeggen lieve vrienden, geniet nog verder van jullie de namiddag en zo meteen smakelijk eten en alvast. een hele fijne avond. Doei doei. Ja, lieve vrienden, het is alweer donker aan het worden. Het is al, ja, in mijn kamertje is het ook al donker. Het is ook al 0:38, oftewel half 1 geweest. Dat, ja, ik ga lekker naar mijn bedje toe. Ja, ik ben moe. Ik zit koud, rillerig, omdat ik moe ben. En mijn hondje die is ook moe, die legt op zijn vaste stikkie op de bank door. En Eeuwen die ligt op de vaste stikkie op haar troontje. Dus ja, dat verkandehoofd is geloof ik erboven. Die heb ik de hele dag, de hele avond niet gezien. Dus ik denk dat die boven is. Maar ja, maakt niet uit. Laat me leggen. Wij gaan erachteraan. En ik zou zeggen, ook voor jullie lekker slapen met mooie dromen, gezond weer op. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, dan.